Goeiedag, dit is de love reading of liefdes reading van de vissen. Lieve vissen, hoe gaat het met jullie? Ik zie hier de kracht. De vier, zwaar de vier en de king of de koning van de zwaarden. En ja, ik zie veel kracht. Dus, maar, ja, ben je. Je hebt misschien te veel van jezelf gevergd, zie ik hier. Dus het is misschien belangrijk om al je kracht bij elkaar te bundelen en misschien even in de rust te gaan. En of dit nou. Ja, het is een liefdesnegging, maar het kan ook zijn op het werk of dergelijke. Maar of in de liefde, gewoon even een adempauze. Want ik zie dat je een keuze maakt en die keuze gaat komen en dat gaat ook positief uitwerken. Maar het is wel belangrijk om die rust te pakken. Dus ga dingen doen waarvan je niet te veel gaat nadenken. Dus dat je ja, misschien mediteert. Ik weet niet of je daarmee bezig bent. Maar dat helpt jou om uit deze energie te komen. Want je bent ergens bang voor. Maar ja, kracht staat achter je. Dus je hebt het in je. En het kan zijn dat je misschien in een relatie misschien te veel hebt gevergd van jezelf. En dat je daardoor een rustperiode moet inlassen. Want dat zie ik wel. Je hebt echt die rust nodig. En daardoor kan jij betere keuzes gaan maken. Dus ja, probeer je rust te pakken in ieder geval. En ja, dan, daardoor kan jij juist betere keuzes. Dus luister naar je intuïtie. En ja, dan kom jij in deze energie. En dat is natuurlijk heel mooi. En kracht helpt je daarbij. Maar dan is het wel belangrijk om dat dus te doen. Dus pak je rust. Ik ga even kijken met de verdere kaarten of die nog iets te zeggen hebben. Om wat meer verdieping te krijgen. En ja, iedereen heeft natuurlijk wel eens periodes dat ja, ze rust moet pakken. Maar er komt wel een verandering aan. En die is wel heel positief hoor. Dus dat ziet er goed uit. Maar ja, doe het even rustig aan misschien. Ja, hier staat, let your friends help you. Ask for and accept support from others. Nou, dat kan dus te maken hebben inderdaad. Dat je misschien te veel hooi op je vork hebt genomen in een relatie of misschien op het werk. En dat het misschien doorwerkt in een relatie. En dat je daardoor keuzes moet maken. En vraag dus vrienden of familie om dus te helpen. Zodat het allemaal wat minder zwaar wordt. En je niet hoeft te overdenken en, in bepaalde situaties. De vissen zijn natuurlijk vrij dromerig. En ja, dan loopt je hoofd vol. En zorg voor die rust. En dan kan je betere keuzes maken. Je hebt lieve mensen om je heen, denk ik wel. Maar ja, je moet natuurlijk wel. Vaak moet je wel hulp durven vragen. En vissen zijn vaak mensen die veel geven. En daardoor misschien jezelf vergeet. Maar ja, dat gaat je een keer opreken. Ja. Hier staat, have faith, love is coming, surprise, innovation or meeting, hesitation. Ja, dus er is wel iets onderweg. Maar ja, dat. Dus je moet wel hoop houden. Misschien zit je in een situatie en hoop je op een goede afkomst en ben je daar heel erg mee bezig. Maar laat dat even los. Heb vertrouwen. Want ja, soms duurt het even voordat je krijgt wat je wilt. Kijken wat de kaarten nog meer zeggen. Nou, het zijn er twee. Pak ze gewoon alle twee. Loyalty. Your reliability demonstrates your loving sense of devotion and consistency of being. Ja, je kan loyaal zijn, dat is belangrijk, maar niet te veel. An action, you have the courage to express the unique loving colors of your soul.
Mooie kleurrijke kaart. Ja, dus ja, je moet ja, neem actie. En je kan altijd natuurlijk, daarmee kan je nog steeds loyaal zijn. Want het hoeft niet zo te zijn dat als jij nee zegt, dat dat altijd negatief hoeft te zijn. Omdat je bijvoorbeeld als je iets niet wil, dat het te veel energie kost. Mag jij best nee zeggen zonder een reden te geven? Vaak denkt men van, oh ja, wat zal diegene denken? Of dan ga je eigenlijk schuldig voelen en dat moet je niet doen. En ja, iedereen heeft wel zijn rustpauze nodig, daar is niks mis mee. Vandaag stap ik bewust en vol vertrouwen net buiten mijn comfortzone. Nou ja, dat heeft er dus mee te maken. Leer nee zeggen en ga niet over je grens heen. Dus, en heb vertrouwen in jezelf. Want, ja. Ga dingen doen misschien die jij normaal niet zal doen. En misschien daar. Of ga mediteren. Ik weet niet of je daarmee bezig bent. Maar ja, vaak helpt dat wel. En krijg jij weer een helder. Kun je de dingen weer wat helder bezien, zeg maar. En act on what you need staat eronder. Dus ja. Soms ben jij ook belangrijk. Of soms. Jij bent ook belangrijk. En. Nou, het moet niet zo zijn dat jij alleen maar van jezelf weggeeft. En vissen zijn vaak wel, die willen de lieve vrede bewaren. Het zijn zorgzame mensen. Maar ja, het is ook belangrijk om voor jezelf te zorgen. Kijk. Nou, dit is ook weer die chakra's, hè? Dus probeer misschien toch te mediteren. En ja, die zorgen die je hebt, daarmee. Te verlossen, zeg maar. En daarmee een keuze te maken. Want het gaat je wel verder helpen. Dan komt er wel iets moois uit voort. I am one with the universe, one with the eternal goodness. She is a part of me. I tune into my heart and she is there, surrounded by infinity, liberation of liberty, of wisdom, knowledge and love. The countless manifestation of the goddess, along with her great compassion, are expressed through me. Ja, nou, ben jij aan het mediteren, dan ben jij één met het universum. En ja, dan vind je eigenlijk het goddelijke in jezelf. En dat is natuurlijk heel mooi. En ja, als je dat vanuit liefde doet, dan kan je ook betere keuzes maken vanuit je hart. En ja, dan moet je misschien vanuit je comfortzone stoppen. Maar het is wel, het geeft je wel die manifestatie. Want dat zit er wel aan te komen. De keuze die je maakt, heeft wel dan een positieve verandering op je liefdesleven. Maar ja, daarvoor zou je wel uit je comfortzone moeten stappen. Maar je kan het vissen, want. Ga ik nog één kaart trekken. En dan sluit ik hem af. Nog één boodschap voor de vissen. Ja. Soms is het lastig om uit je comfortzone te stappen. Queen of Hearts. Love is my religion. Dan ga ik die even opzoeken. 32. Your heart has been chosen by the divine to be a temple of spiritual lights. An inner place where grace and healing can dwell. This is very special. A temple is kept clean and pure,
scanned with a scared perfumes of incense, made of beautiful with your feelings of reverence and love for the spirit. Kept the uncluttered and spacious that spacious so that you must a much spiritual presence are possible can enter. When spirit enters and fills the temple of the heart, things will extraordinary beauty take place. Nou, dat zei ik al, hè. Open je hart, ga misschien mediteren, neem daar actie op, dat zegt hier ook al. En dan zullen er hartstikke mooie dingen gebeuren, want dan kan jij keuzes maken waar jij achter staat. Even kijken. When the spirit enters and fills the temple of the heart, things will extraordinary beauty take place. Even the apparently impossible becomes possible. Clear your heart, temple, with forgiveness, gratitude and love for the spirit. So it can fulfill its divine destiny of a being scared channel for beautiful divine grace. Dus ja, dan zal waarschijnlijk diegene waar jij misschien op hoopt komen. Maar daar moet jij, of moet, maar het is dan wel, twijfel niet te veel. En ga gewoon, keer je eventjes naar binnen. Neem even rust. Probeer te mediteren of ga de natuur in wat voor jou goed voelt. Maar eventjes los van die gedachten, want dat houdt je eigenlijk gevangen. En ga met vrienden iets doen. Vraag ze om hulp of... Ja, zodat je je energie en je gedachten eventjes opzij kunt zetten. Ik wens jou heel veel kracht toe en ik weet dat je het kan. Dus probeer uit je comfortzone te stappen en misschien eens iets te leren nee te zeggen. En te doen waar jij je goed bij voelt. En daarbij kan je nog steeds loyaal zijn. En ook naar jezelf, want dat is het belangrijkste. Vis, ik wens je een fijne dag. Bedankt voor het kijken en mocht je deze video's leuk vinden, abonneer je dan en druk op het duimpje en eventueel op het belletje, zodat als ik weer een video upload, dat je die meteen kunt zien. Dus bedankt voor nu.